Hoera, hoera, we mogen weer winkelen. De winkeliers wel, de horeca nog niet. Nou, wij mogen nog heerlijk de afhaal blijven doen. Nee, ik heb een restaurant in Voorburg. Maar daar word je niet blij van. Nee, mijn kamer, u lacht er wel bij, maar... Ja, wij zijn heel positief ingesteld en wij werken al 2 jaar heel lang hard in de coronacrisis. Hebben wij een goede steun-app opgebouwd met onze vaste gasten en die onderhouden ons al 2 jaar sinds alle lockdowns en dat is onze redding. We mogen weer sporten. Ja, nou, dan moet jij wel heel blij mee zijn dat je weer gebruik kan maken van deze sportschool. En we hebben zo ook heel blij dat ik eigenlijk weer mag sporten, ja. Het was er weer tijd voor om lekker bezig te zijn, inderdaad. Ja. Maar alleen... ik zag ook iemand op tv in tranen geroerd dat hij het bijna niet meer redt. Maar zo erg is het Ja, zo niet. Is het wel. Maar goed, weet je, ik ben niet zo'n huiler. Ik ben een pozo mens. En met huilen, ja, ik snap het wel. Maar ja, je moet ook proberen je beste bandje voor te zetten. En ik denk dat wij wel mazzel hebben dat wij met ons restaurant in Voorburg zitten. Het is een kleine gemeenschap en we hebben een goede gunfactor. En dat houdt je kopje boven. Maar als je op de overheid moet wachten qua geld, want deze lockdown, nou, de steun is er nog niet. Iedereen heeft het erover, maar... Dat is er zeker nog niet. En het is gewoon heel triest. Ik hoop dat we binnen nu en 2 weken open mogen. Want echt veel langer moet het niet worden. Dan gaan er meer kopjes rollen. En dat is niet de bedoeling, lijkt mij. Je zal ongetwijfeld een mening hebben waarom die sportscholen zo lang dicht hebben moeten zijn. Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee eens dat het zo lang dicht moest zijn. Ik bedoel, we hebben een virus. Gezondheid staat dan bovenop. En fysiek en mentaal sterk blijven is belangrijk hierin. En dan gaan de sportscholen zo lang dicht. Ik begreep het wel. Maar het is toch wel een sector, in ieder geval net mijn sportschool, dat mensen goed zich gedragen aan de binnenkant. En alles wordt schoongemaakt en de afstand wordt graag aangehouden. Wat zou u willen zeggen tot de beleidsmakers? Wat ik tegen die mensen zou willen zeggen? Wat moet er gebeuren nu? Gewoon opengooien. En de meeste mensen zijn gevaccineerd en geboosterd. En voor de rest vind ik het ook ieder zijn eigen keuze wat hij daarmee wilt. En ik denk dat je moet het op den duur ook los laten gaan. We moeten ook allemaal wel ons brood kunnen blijven verdienen. En dat is ook wel een dingetje wat steeds moeilijker wordt voor een hoop mensen natuurlijk in het leven. Wij hebben ook 3 kinderen. Je moet je huur privé betalen, je moet je huur zakelijk betalen. Mijn man en ik zitten samen in 1 zaak. Dus wij zijn daar echt afhankelijk van en privé is het echt een drama. Hoeveel impact heeft het toch wel op de mensen die, veel. Die sporten? Ja, echt heel veel. Ja? Ja, iedereen die ik spreek, iedereen mist het altijd. Ja, mensen willen gewoon lekker bewegen en hun ding doen. En dit helpt ook gewoon als je stress hebt of je zit met problemen thuis. Heb je toch ergens weer om die stress te uiten en om gewoon even lekker op jezelf te zijn en om alles eruit te gooien. Jij zegt nu vanaf nu eigenlijk... Sowieso ook geen lockdown meer voor de sportscholen. Ik vind het niet slim. Nee. Ik snap het wel, maar ja, het is niet goed voor je immuunsysteem om de hele dag stil te zitten. Ik merk zelf ook, toen de sportschool dichtging, ik toch weer heel weekend dat je in principe op de bank zit. Dan maar lekker in beweging.